let eens op wat hij maakt van de aloude compositie van Messi. Fiesta. Luisteraars, draaiden wij speciaal voor de liefhebbers van dit soort vervelende muziek. Hoi, Jacques. Ah, Wilhelmina. Goedemiddag. Mag de jingle op, want Wilhelmina... Ja. Wilhelmina? Ja, is Jan er nog niet? Hij zit ook niet in de kantine. Ik heb gekeken, maar hij zit er helemaal niet. Maar waarom ben je zo idioot vroeg dan? Omdat we nog moesten repeteren. Ik heb een schitterend gedicht. Maar ja, ik heb nog niet gerepeteerd met Jan. Dat zouden we hier doen. Hadden we afgesproken. Ik begrijp er niks van. Ik moet zo weg. Ik moet een lezing houden in Winschoten nog en... Waarover? Ja, dat kan ik nou allemaal niet uit gaan leggen. Uit. Nee, eerst even Jan. Als we even wachten, Jan komt zo wel. Heb je hem gesproken dan? Jan, die komt hier toch meestal. Die is altijd aan de vroege kant. Nou ja, hij zou doen. Blijf even rustig, dan krijg je... We zouden samen lunchen en alles ook. En hij is er nog steeds niet. Krijg je een glaasje sherry van... Doe even meteen een dubbele even bij de ober bestellen. Nee, de ober is toch weg? Die is toch beroemd geworden? Die zingt toch nu? Maar hebben we dan geen andere gekregen of zoiets? Nee, dat doet Anneke. Oh, dat kleine ding. Ik zit er niet af te dwalen, want we zijn in de ether, luisteraars. Luisteraars, hier naast mij zit Wilhelmina Kutje, maar Jan Vos is er nog niet. Nee, maar ik had nog een gesprek vanochtend in de stad Schouwburg. Ik heb daar ook wat dingetjes lopen, zo teentanden. Ja, kan die telefoon niet gewoon ergens anders gaan? Even, bemoei je er niet mee. Hallo, plafond. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hallo, hier is Jan Vos. Jan! Met Sjaak. Waar ben je? Ja, je zal wel denken, waar ben ik nou? Maar ik ben dus hier. Waar hier? Ja, ik heb een beetje de griep, maar ik zit in Den Helder. En ik zit met een kapotte veesnaar. Ja, je kan beter in Malibu in je G-string zitten, hè? Wat? Nou, laat maar zitten. Moet je horen, Sjaak? Is Kutje er al? Ja. Geef maar straks ook maar, of is ze weer woedend. Jan, waarom ben je hier nu niet om Wilhelmina te begeleiden? Zal ik je broeken maar soms even geven? Nee. Nou, Jan, leuk dat je even belde uit Den Helder. En ik zou nu graag dan doorgaan met mijn programma. Ja, ho, stop. Niet ophangen. Of weet je wat? Wel ophangen. Ja. Goed zo. Nou, ik weet het ook niet. Hij zit dus in... Waarom geef je hem mij dan niet? Ik bedoel, dat kan ik toch even met hem op... Plaats! Let nou even op! Plaats! Plaats! Jan wordt ook alsmaar slordiger. Ik begrijp het niet, hoor. Die mensen. Hallo? Ja, hallo. Daar ben ik weer. Waarom hing u nou op? Dat vroeg u toch? En dat kwam mij ook wel goed uit. Nee, maar ik zei toch eerst niet ophangen en toen pas wel ophangen. Kijk, ik bedoel... Ja, je bedoelt als je zegt niet ophangen, dan bedoel je wel ophangen. En als je zegt wel ophangen, dan wil je aan de lijn blijven. Dat is een hele handige formulering. Dat is weer eens wat anders. Zeg, Sjaak, dit gesprek dat gaat zo enorm in de papieren lopen. Zeg, moet je horen, ik zit hier dus met een kapotte veesnaar. Mm-hmm. Maar gelukkig ben ik gestrand vlakbij een uitspanning. Het heet hier... Hallo, hoe heet het hier al gewoon? Wat? Oh, ben je er nog? Ja. Ja, schrijf even op. Ben je er ook nog? In de Helderse soep te Den Helder. Waar moet ik het opschrijven? Kijk, als Joe mij nu straks even opbelt, dan hoef ik hier verder geen kosten te maken. Want dat gaat steeds een gulden in dat ding. En dan, als hij dan afbreekt, betaalt hij niet terug. Ze hebben hier wel heerlijke soep. Ja? Vandaar dat het natuurlijk ook zo heet hier, begrijp je? Ja, maar waarom zou ik Joe nog eens bellen dan? Omdat het anders ook voor mij zo duur wordt. Maar waarom bel je dan?
Ja, kijk, luister nou even. Als Joe nou even Broekema vraagt of ik in de kosten van dit telefoongesprek kan declareren, dan wil ik het beste wel even voorschieten. Ja, Broekema ziet je aankomen. Nou, dan hang ik nu op. En dan moet Joe mij even terugbellen. Maar waarom dan? Omdat ik Wilhelmina wil begeleiden met haar gedicht. Kijk, dat ben ik contractueel verplicht. Ja, dan moet je hier zijn dan. En eigenlijk wil ik ook mijn kapotte Helders declareren. Want tenslotte is die kapot gegaan onderweg naar de studio toe. Kijk, ik heb hier een piano zien staan en die heb ik een beetje naar de telefooncel gesleept. En dan leg ik dus de horen in de piano en als ik dan nog hier een radio versier, dan hoor ik dus Wilhelmina. Je gaat toch rondzingen? En dan kan ik daar toch dus toch bij spelen. Hallo? Hallo? Ben je dan ook? Ja, hallo Jan! Ja. Wat zit je daar nou in zemelsnaam allemaal te doen? Waarom ben je niet hier? Dat hadden we toch afgesproken, Jan? Ah, dag Wilhelmina. Ja. Kijk, dat komt. Mijn feestnaar is geknapt. Ja, bij mij knapt er ook wel eens iets, ja? He, dat is toch geen reden om niet te komen? Ja, Jan, toch? Ik ben er dus wat... ik heb er wat op gevonden. Oh. Kijk, ik zeg dus 1, 2, 3 en dan begin Joe aan Joe gedicht. Maar gaat dat dan wel, Jan? Noodbreek wetten. Uit de bundel, nood breekt wetten. Nou, ik was dus eigenlijk te laat uit de bundel, laat of nooit van plan. Ja, schiet nou maar op. Hoe bedoel je? 1, 2, 3. Nou ja, moet ik nou gewoon meteen zo... Nou ja, te laat. Nou, ik ga hier even bij weg, luisteraars. Ik ben zo bij u terug. Zeg, geen plaat opzetten dan ondertussen, dan... Kan die dan nu? Ja, zal wel moeten zo, hè? 1, 2, 3... Te laat, uit de bundel, laat of nooit. Laatst had ik het weer, ik dacht... Dit nooit weer. Galmend stortte ik mijn hart uit. Sidderend richtte jij de liefdespuit. Gaf ik mover aan jouw woeste gebeuk. Eigenlijk was het toch wel leuk. Soezelend draalde ik in genot en ik dacht, oh god, wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Waarom doen wij dit? Jan, wat ben je nou? De begeleiding houdt ineens op, dit kan toch helemaal niet? Ja, de radio die ging ineens uit hier. Hè? De radio ging ineens uit hier. Ja, maar je deed het ook niet goed van sfeer, hoor, vond ik. Vond niet echt wanhopig genoeg. Maar zullen we het dan even afmaken? Ja, zal wel moeten, hè? En ik dacht, oh god, wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Waarom doen wij dit?